verhaal over mijn 86, mijn slaapmaat en mijn partner in crime was Frankie van der Rust, op dat moment ploegmaat van de Brugge. Dus ik zou graag hebben dat jullie bij Frankie van der Rust langs gaan en een handtekening vragen. We gaan dat doen. Can you feel it? Now it's coming back. Het is 22 november 2014 en we zijn in een Goeselaar op Schiervelden, het stadion van de tweede klasse voetbalclub Goeselaar. Wie is hier trainer? Frankie van der Elst. Waar zat Frankie van der Elst in 1986 in Mexico? Voor een handtekening, die gaan we zo meteen jagen. Maar eerst voetbal. Mexico 86, dus 28 jaar geleden. Waar we nu staan, werd 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog beslecht. De Grote Oorlog. Hier, onder andere in Diksmuiden, in de Westhoek. Het lijkt ons heel gepast om hier het tweede deel van ons verhaal in stilte af te sluiten. Morgen beginnen we aan het derde deel. Maar dat is vanmorgen. Buitenspel. Jan blijft kalm. Ja! Ha, 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 ha. Goal! De Belgica! Moving way too fast and we crushed it.